www.lisa.nl. Ik ga jullie vandaag laten zien welke perspakketjes, producten ik de afgelopen 2 weken heb ontvangen. Disclaimer, je hoort kinderen en honden op de achtergrond, vakantieperiode. En het is nu echt heel erg, maar ik wil gaan filmen, anders kom het er vandaag niet van. Dit zijn perspakketjes die ik heb ontvangen voor mijn website pinket.nl. Van diverse merken, bedrijven, PR-bureaus. Nou heb ik alles al uit de... Nou heb ik alle producten al uit de dozen gehaald. Zodat die al mee konden naar het stort. We zijn aan het verbouwen. Dus ik had zoiets van, is dat gelijk weg? Hebben we dat gelijk opgehaald? Hebben we dat niet meer? Maar ben je benieuwd wat ik heb ontvangen? Kijk er gezellig mee. 3 producten van de nieuwe lijn van HEMA. Let's Attack Those Nasty Spots. Dus eigenlijk echt van onzuivere huid hebben ze een lijn uitgebracht met diverse producten. En ik weet 5-6 producten volgens mij. Ik kan het mis hebben. En ik heb er 3 ontvangen. Namelijk de Cleansing Tonic. De Face Wash. En de Stop Spot Gel voor puistjes. Nou heb ik wel af en toe last van puistjes. Dus dat ga ik zeker testen. En cleansing en toner is altijd wel welkom. Dus dankjewel HEMA. Ik ga deze lekker testen. En mocht jij dus op zoek zijn voor je jongere huid met onzuiverheden, of heb je gewoon onzuiverheden, dan kun je tegenwoordig ook bij de HEMA terecht. Dan heb ik van Kool een pakje haarverf ontvangen. Kijk hoor. Haar zat niet goed. Kool nummer 350 Mahoney intensieve crème kleuring. Hij zit al in mijn haar. Ik kon niet meer wachten. Ik had zo grijs uitgegooid. Ik ga hem gelijk gebruiken. Hij is echt heel mooi. Alleen, ik heb 1 pakje gebruikt. En eigenlijk met mijn lange haar moet ik 2 pakjes doen. Maar ik had zoiets van ja. Dat ging even niet. Dus ik heb 1 pakje gebruikt. En ondanks dat het 1 pakje is, is het wel een heel mooi resultaat. En hij is al even te koop hoor. Volgens mij heel lang. Maar toch hebben ze hem opgestuurd. Dus ik hartstikke leuk. En van Knijp. Ik heb het al in een mandje gegooid van Ikea. Ik weet niet of ik dat nou net laat zien. Van Ikea niet. Van de Action. En bij de Action Shop nog zei ik al, ik wil hem ergens voor gebruiken, maar ik weet nog niet wat. Tada! Doelgevonden. Knijp die heeft in Nederland allerlei nieuwe kinderproducten uitgebracht. Dus dit heeft sterren ontvangen. En deze producten ken ik volgens mij al wel van Duitsland. Van te koop bij de DM. Tenminste, dat dacht ik dat ik ze daar al eerder had gezien. In Nederland nog niet. Maar vanaf nu kunnen de prinsessen en de stoere ridders of piraten, wat het ook is, ook terecht bij Knijp. Ik heb dan een douchegel ontvangen voor sterren. En dit is de Knijp Nature Kids Prinsesje Shampoo en Douche. Even kijken. Ik ben wel... Oh ja. Ja. Zoet kruidig of zo. Ik weet niet of ik daar gelijk had uitgekozen voor een kindermerk. Maar misschien dat die onder de douche nog wel zoeter ruikt. In ieder geval, die is voor sterren. Dan heb ik van Oriflame. Hij heeft 2 nieuwe body mist, fragrance mist heten ze, uitgebracht. Namelijk Miss Relax en Miss Happy. En daarvan is van de week, vorige week waarschijnlijk als deze video online komt, ook al van de Kool's een review. In hiervan is ook een review al online gekomen. Laat jullie dus even snel de flacons zien. Dat kan wel doen. Dat zijn hele nette flacons, maar van hard plastic. Dus je kan ze meenemen in je strandtas. Nou is het niet echt weer voor het strand, maar als het lekker weer wordt. Voor je strandtas, handtas. Kijk, het is geen glas. Ze zijn heel schattig. En als je van een hele lichte geur houdt, zou ik gaan voor Miss Relax. Hou je van een wat meer zwaardere, aanwezige geur, zou ik voor Miss Happy gaan. Dit is mijn favoriet. Deze gebruik ik heel graag. Deze is wat lichter en... Ja, ik ben gewoon een van de Miss Happy. Past ook wel een beetje bij mij. Even hier neerleggen. Kruidvat, die heeft nieuwe voetproducten uitgebracht. Nou kennen jullie misschien wel de Scholl apparaat. Zo'n apparaat om je eelt mee te verwijderen. Nou, die wilde ik nog heel graag proberen. Maar hij is 30 euro ongeveer. En ik ga dat echt niet uitgeven voor mijn eelt weg te halen. En toen kreeg ik het persbericht van Knijp. En de vraag of ik deze... Of van Knijp, van Kruidvat. En toen kreeg ik de vraag van Kruidvat of ik deze wilde uitproberen. En dat is een elektrische harde huidverwijderaar. Dus eigenlijk een beetje een dupe van die van Scholl. Alleen deze is volgens mij 15 euro. En hij is de laatste tijd heel erg in de aanbieding voor 10 euro. Dus ik had zoiets van... Oké, die gaan we dus ook binnenkort even testen. Om het eelt en de zomervoetjes... klaar te maken. Ik kan wel misschien even kijken
hoe die eruit ziet als ik hem mes heb. Dan laat ik dat ook even zien. Dan zien jullie niet alleen maar verpakkingen. Als het lukt. Want ik moet er nog een foto's van maken. Even kijken. Nee, gaat het niet worden, jongens. Sorry. Hiervan komt sowieso een review. Dan staan er wel de foto's van in. Maar even kijken voor het plaatje. Zo ziet hij eruit. En hoef je dan hier ook aparte schaafjes voor nodig hebt. Want dan weet ik bij Sol wel. Op een gegeven moment moet je die opnieuw kopen. Of heb je verschillende voor hard. Voor wat hardere en voor wat zachtere. Ik weet dat niet precies hoor. Maar ik ga hem lekker uitproberen. En ik hoop dat hij net zo goed werkt of beter. Want dan scheelt dat weer heel erg natuurlijk. Kijk, hier zit. Oh ja. Ik kreeg in. Ja, twee weken terug. Net na die film van het pakket. Mijn eerste pakket. Perspakketjes. Unboxing van 3 weken geleden, 4 weken geleden. Kreeg ik een envelop. Van het persbureau van Bobbi Brown. En ik heb mijn allereerste Bobbi Brown lipstick ontvangen. En ik had echt zo'n. Ik ben gek op lipsticks. En Bobbi Brown is echt wel een duurder merk. Is duurder dan MAC. Dus ik had echt zoiets van. Jee! Ik heb hem ook al gereviewd gelijk al diezelfde dagen. Ik had echt zoiets, die gaat niet zo lang wachten. Moet je zien wat een prachtige framboos dieproze kleur. Echt. Dit is Ibiza Pink. Kijken hoor of ik nog meer informatie kan geven over de doos. Het is een rich lip color. En deze is te koop bij zowel de Douglas. Douglas Counters met de, of Douglas met de account van Bobbi Brown en online van Douglas. En volgens mij ook bij de Bijenkorf. Nou kom ik daar nooit eigenlijk. En de webshop ken ik ook niet. Maar volgens mij wel. En ja, daar hebben ze heel veel lipsticks. En deze is volgens mij €26. Dus hij is wel wat duurder. Hij is zo mooi. Echt. Ik ben gek op lipsticks. Probeer het eens een keer. Kijk, ik ga hem weg. Dan. Hier is ook al een liefje over mij gekomen. Ik kon gewoon niet wachten. Want sommige producten zijn heel fijn van de zomer. Dus ja, dan doe ik het ook gelijk. Ik probeer het alleen even heel handig vast te houden. De Vaseline. Ja, ik noem het Spray & Go. Maar het heet niet meer Spray & Go. Ik weet niet wanneer ik de naam is aangepast en waarom. Want Spray & Go vond ik, ja, daar herken ik het van. En de, maar goed, het is aangepast. Het heet nu gewoon de Spray Moisturizer. Het is een body lotion in sprayverpakking. De, doe ik hem gelijk even goed. De Cacao Radiance bestaat al even. Chocolade, subtiele chocoladiger. De Aloe Soot is met Aloe Vera. Deze is verkoelend. Dus ga je naar het strand, ben je een beetje verbrand, is je lichaam gewoon heel warm aan, plakkerig en zo, is deze heel fijn. Dan heb je ook nog de Essential Healing. Dat is de gele variant. Die vind ik zelf heel erg lekker. En er is een nieuw variant voor de gevoelige huid. Die ook nog eens heel erg gehydrateerd dient te worden. Deze hydrateert namelijk volgens mij twee keer meer dan die ik net liet zien. En deze is parfumvrij. Dus kan je huid daar niet tegen. Of hou je er gewoon zelf niet zo van. Dan hebben ze nu ook een gewone variant. Deze. En ja, volgens mij zijn ze allemaal €7,49. Tenminste, die drie die ik niet laat zien wel. Maar ik weet niet of deze dan hetzelfde. Het lijkt mij van wel. Maar misschien dat die iets duurder is. Schiet me rot. Berichtje van mijn mobiel. Maar volgens mij, ik weet niet of deze dan ook €7,49 is of iets duurder. Want ik heb hem ook nog niet gezien in het kruidvatschap. Dus ik weet niet precies wanneer die uitkomt. Volgens mij is die al uit, maar ik heb hem nog niet gespot. Dan zat ze in mijn... Ik kreeg een envelop met Seventh Heaven Montagne Jeunesse maskertjes. Ik denk dat ze misschien Masque Monday hebben gezien of zo. Ik weet het ook niet. Maar ik vond het wel leuk. Dan kan ik die wel gebruiken. Ik heb de Argan Oil Muts masker. En, of kijk maar. Acai Berries en Argan Kernel Squeezed Rose Hip. Ik heb geen idee wat het allemaal is. Ja, arganolie, dat snap ik. Maar arganolie is sowieso goed voor je huid. Alleen het is een moddermasker en ik heb een droge huid. En moddermaskers drogen vaak je huid net nog wat meer uit. Dus ik moet even kijken of ik deze wel ga gebruiken. Ik vind het sowieso lief dat ik hem heb ontvangen. Hartstikke leuk. Maar ja, ik wil mijn huid niet nog verder uitdrogen. Maar die. En ik heb de
van hetzelfde Montagne Jeunesse. Ik vind dat altijd zo'n moeilijk woord. Heb ik de Manuka Honey Peel Off Masker. En die ga ik sowieso testen, want die lijkt me heerlijk. En peel off masker, dat is altijd een beetje gedoe bij mij als ik dat op mijn gezicht heb. Krijg je het er niet zo netjes af en zo, maar ik vind het wel leuk. En honing is heel goed voor je huid. Dus die gaat gelijk in mijn laadje voor een Mask Monday. Dan gaan we naar de laatste producten. Die zijn van Max Factor. En ik heb daarvan twee kleuren foundation ontvangen. Van de Miracle Match Foundation. Deze is nieuw. Ja, deze is nieuw. Ligt inmiddels in de winkel of komt eind augustus, september. In die periode staat geen persbericht bij. Dus ik kon niet zo snel vinden. Maar of het komt of het is er al. En ik heb ontvangen Nude 47 en Natural 50. En als ik kijk naar de kleuren, ik weet niet of jullie het kunnen zien, dan denk ik dat Nude 47 het beste bij me matcht. Want 50 komt een beetje donker over, maar ik ga hem sowieso testen. En dat combineer ze samen in een artikel. En dan heb ik daarvan van Max Factor ook van de nieuwe producten de Velvet Volume Mascara. En ik weet wel dat deze volgens mij te koop is. En die heeft een iets breder borsteltje dan gewend. Maar ook nog niet heel breed. Het ziet er gewoon netjes uit. En de Max Factor mascara's vind ik altijd heel prettig. Vooral de Clump Divine vind ik heel fijn. Dus nieuwsgierig. En om dan de ooglook dan ook helemaal af te maken heb ik ook een kwart. Wat is het? Een kwartro volgens mij. Kijk maar. Een kwartrootje ontvangen. Hartstikke leuk. Dit is de Smoky Eye Drama Kit 2-in-1 eyeshadow en brow powder. Oh! Hey. Voor je wenkbrauwen, nou weet ik niet of dat matcht. Gaan we even kijken. En dit is 01 Opulent Nude. En het ziet er heel mooi uit. En vooral die champagne shimmerkleur daar. Of champagne taal. Daar, die lange erboven. Die vind ik heel mooi eruit zien. En die ga ik ook combineren in een look of in een artikel, ik weet het nog niet. Nou, dit waren de producten die ik de afgelopen 2 weken heb ontvangen. Het is vakantieperiode en toch heb ik aardig best wat ontvangen. Dus dankjewel alle merken en bedrijven die wat hebben gestuurd. Er zit iets niet bij wat ik wel heb ontvangen. Of eigenlijk sterren. Dat is van Terstal een grote zak met kleding. Ze mochten dat uitkiezen voor een bepaald bedrag. En die hebben gelijk nadat we binnen hebben gekregen, ook 2 weken geleden volgens mij, uitgepakt, artikel voor gemaakt, foto's gewassen en het ligt nu allemaal in de kledingkast. Ik denk, ik kan het wel hier laten zien, maar dan is het meer een fashion shop nog aan het worden, want het waren echt heel veel items. Mocht je willen weten wat ze heeft ontvangen van Terstal, zet ik het linkje hieronder in de informatiebox. Dankjewel Terstal ook. En de andere merken dan. Jullie bedankt voor het kijken. Vergeet je niet om hier of hier gratis te abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik zou het heel erg leuk vinden. Dan blijf je op de hoogte van nog meer unboxings en chaotische, rommelige, spontane video's. Want daar hou ik nou eenmaal van. En bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Tot ziens!